Midnight Club Los Angeles zal net zoals zijn voorgangers vooral om het illegale straatracen gaan. In Midnight Club Los Angeles sta jij in de schoenen van een racer die net is aangekomen in Los Angeles, de stad waar de game zich afspeelt. Omdat jij net vers aangekomen bent in deze stad, zul je totaal geen reputatie hebben. Jij besluit daar veranderingen in te gaan brengen en probeert door deel te nemen aan illegale straatraces je reputatie op te bouwen en het benodigde geld te verzamelen. Het klinkt allemaal een beetje cliché, maar het verhaal gaat daadwerkelijk een grotere rol spelen als je de game vergelijkt met de vorige games uit de serie. De game speelt zich dus af in Los Angeles. Deze stad zal niet één op één gereconstrueerd zijn in vergelijking met de echte stad Los Angeles. Wel zal deze digitale versie veel herkenningspunten uit de originele stad bevatten. Los Angeles lijkt wel echt tot leven te komen in Midnight Club Los Angeles. Dit komt onder meer door de vele voetgangers die de straten overdag bevolken. Je zult niet de mogelijkheid hebben om deze voetgangers aan te rijden, maar ze geven wel het gevoel dat je in een echte stad aan het rijden bent. In deze game beschik je zowel over auto's als motoren en zul je niet alleen racen tegen andere tegenstanders, maar ook tegen de politie, die het leven zuur probeert te maken. Gelukkig is de game niet te arcade geworden, zo zul je bijvoorbeeld nog steeds schade op je auto of motor zien en heb je ook de mogelijkheid om de auto of motor totaal los te rijden. Iets wat meteen opvalt aan Midnight Club Los Angeles is het feit dat je niet volop tegen paaltjes of andere obstakels kunt knallen. Wanneer je een obstakel raakt, zul je er gewoon langs glijden. Dit klinkt natuurlijk wat onrealistisch, maar het houdt wel goed de snelheid in de game, en daar draait het eigenlijk allemaal om in Midnight Club Los Angeles. De speler heeft, zoals in bijna alle straatracetitels, de mogelijkheid om de auto te customizen naar eigen wens. Je kunt de verschillende garages aan je auto sleutelen. Hier kan de speler zijn voertuig voorzien van interne onderdelen om de prestaties van de auto te verhogen, zoals een betere motor of betere remmen. Maar natuurlijk kan ook de buitenkant veranderd worden. De speler heeft de mogelijkheid om zijn bolide een andere kleur te geven, neonverlichting onder de auto te monteren of andere velgen te plaatsen. Midnight Club Los Angeles gaat echter nog een stapje verder. Je kunt in dit deel namelijk ook je auto van binnen aanpassen. Zo zul je bijvoorbeeld je stoelen en radio kunnen vervangen en natuurlijk de kleur van je interieur aanpassen. Voordat de speler zijn voertuig in de garage kan zetten om hier nieuwe onderdelen aan toe te voegen, moet de auto gerepareerd zijn, wat natuurlijk weer geld kost. Midnight Club LA lijkt een goede game te worden en zal aantrekkelijk zijn voor gamers die houden van supersnelle actie. De game maakt zelfs gebruik van dezelfde engine als GTA 4. Een beetje onrealistisch is het feit dat de voertuigen van diverse objecten afkaatsen. Dit komt wel te goed aan het tempo van het spel, maar kan tot frustratie leiden doordat de spelers dwars op de weg komen te staan met hun voertuig. De volledige dag- en nachtcyclus geeft de speler de kans om ook overdag te racen met het risico achterna gezeten te worden door de politie en misschien zelfs opgepakt te worden. Midnight Club Los Angeles is allesbehalve slap en het is dan ook zeker aan te raden deze titel te proberen.